Het water van de zijarm van het Noordzeekanaal forceerde in een windstille nacht de oude Waterlandse zeedijk die de Noorder-Eipolder en de daarin gelegen tuindorpen moet beschermen. Middelen om direct deze totaal onverwachte dijkbreuk te herstellen en daarmee een overstroming te voorkomen waren er niet. Het tuindorp Oostzaan, dat tot de gemeente Amsterdam behoort, was het slachtoffer. 10.000 mensen die zich in hun polder volledig veilig waanden, werden plotseling in de grootste misère gestort. Velen hadden al te voet een veilig heenkomen gezocht toen het dorp bevaarbaar werd. Van alle kanten kwamen particulieren met bootjes te hulp om de duizenden mensen die nog achtergebleven waren te evacueren. Tal van trieste beelden herinnerden onmiddellijk aan de ramp van 1953. Maar hoe erg het lot ook was dat deze mensen trof, gelukkig vielen er althans op de eerste dag geen doden of gewonden te betreuren. En het water steeg alsmaar. In hun bovenverdiepingen zagen de meeste achtergeblevenen verlangend uit naar hun redders. Mannen en vrouwen die urenlang kou en water trotseerden om hun medemensen uit de nood te halen. En die medemensen lieten hun keurig ingerichte Hollandse huisjes achter of hun winkels waar het daags tevoren nog gezellig kopen was. Voordat de redding een wat meer georganiseerd karakter kreeg, waren al honderden slachtoffers in veiligheid gebracht. Verslagenheid tekende de gezichten van al de verkleumde vaders, moeders en kinderen die op het droge arriveerden. En daar, aan de rand van het rampgebied, verrichtte vooral een keukenwagen van het Leger des Heils prachtig werk. Deze mensen hadden geen behoefte aan woorden, maar aan warmte, aan koffie en chocolademelk. En de heilsoldaten zorgden ook voor de halfbevroren redders. Na de middag bereikte het water zijn hoogste stand, ongeveer 1,65 meter. Tuindorp Oostzaan zag er toen zo uit. Zij die voor het water moesten vluchten, vonden hun eerste onderdak in de meest uiteenlopende opvangcentra. Voor de meeste redders zat het werk erop toen we hier nog burgemeester en mevrouw Van Hal aantroffen. Bij een wel zeer zwaar getroffen deel van hun stad, het tuindorp Oostzaan, dat het slachtoffer werd van een wel zeer vreemde dijkdoorbraak. Toen het weer dag werd, was deze drijvende torenkraan al in volle actie om het 40 meter brede gat, dat gemiddeld zo'n 5 meter diep was, te dichten. Het herstel van de dijk vorderde snel. Iedere 2 minuten stortte de reus een bak van 4 kubieke meter zand in de fatale bres, die naar bericht werd nog voor de avond dicht zou zijn. Even troostvol als dit bericht was de komst van koningin Juliana, die geheel onverwacht in het noodgebied verscheen om zich een indruk te vormen van de ellende die door de overstroming werd veroorzaakt. In de Sint-Rosa-vakschool bezocht de vorstin onder meer 400 evacuees die door de zusters liefderijk verzorgd werden. Vol deernis nam de koningin kennis van het leed dat het genadeloze water al die tuindorpers berokkende. Wel zeer zwaar getroffen werd bijvoorbeeld mevrouw Vermeulen, die na de verschrikkingen van de eerste dag haar 6-jarig dochtertje in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis moest laten brengen. Intussen vorderde het werk bij het gat in de Waterlandse zeedijk gestadig. En dat karwei ging natuurlijk ook door toen de koningin er was, die hier een kwartier vertoefde om zich uitvoerig over de herstelwerkzaamheden te laten inlichten. Er was nog maar een smalle geul over toen haar majesteit zich genoodzaakt zag van hier weg te gaan, omdat ze ook nog bij daglicht van nabij de schade in het verzonken dorp wenste te zien. Het was bitter koud toen de koningin in de motorflat van het rampenfonds stapte, waarmee ze onder meer vergezelde jonkvrouw Roel een vaarttocht door het rampgebied maakte. Nog tijdens dit bezoek ging reeds 33 uur na de doorbraak de dijk dicht
en konden machtige pompinstallaties beginnen met het droogmalen van de Noordereipolder, waarin 4,5 miljoen liter water stond. En het water zakte behoorlijk snel. Dat kon men anderhalve dag later al zien aan het hoogteverschil ten opzichte van de ijslaag waarmee het in de nacht na de ramp bedekt werd. Intussen hadden de vluchtelingen de gelegenheid gekregen alsnog kleine bezittingen, warme kleding en waardepapieren uit hun ontredderde woningen te halen. Met dat beetje gingen ze weer terug naar de bewoonde wereld om daar te wachten op de drooglegging van hun dorp. Dat alleen met steun van geheel ons volk weer een bewoonbaar dorp kan worden. Het had een landschap voor een Zwitserse wintervolder kunnen zijn. Enige borden verrieden ons echter dat we in Nederland waren, in Zuid-Limburg. Maar dat mocht de pret niet drukken. Van een Limburgse alp zuisden moedige stedervaardertjes naar beneden, naar het dorpje Gulpen, dat in de eerste winterweek van 1960 sneeuwwit in het dal lag te pronken. Deze weggebruikers behoefden bij het kruispunt niet af te remmen. De grote mensen hadden hun volledig voorrang gegeven, opdat ze zonder gevaar van deze unieke gelegenheid gebruik konden maken. Een andere tak van wintersport werd beoefend in Scheveningen door de heer Bruitsens, een ambtenaar van Verkeer en Waterstaat, die zich met wat sneeuw doormaakte voordat hij zich manmoedig in de noordelijke IJszee begaf. De bovenlucht was een beetje koud, 5 graden onder nul. Vandaar waarschijnlijk dat deze man de enige bader was. Gewone stervelingen mogen weten dat de heer Bruitsens elke dag in het middaguur zee kiest en dat hij zo gezond is als een vis in de Noordzee. Boven die zee vandaan kwam volgens het Koninklijk Meteorologisch Instituut in de Bilt de depressie die koning Winter op de vlucht zou jagen. Dat wezen onder meer gegevens aan die door de weerballonnetjes verstrekt werden aan de deskundigen. Het intreden van de dooi werd door de telexapparatuur aan alle mogelijke nieuwsdiensten doorgegeven. En met behulp van buitenlandse gegevens bracht de weerkundige die dag ook het naderende einde van deze winterweek op kaart. De temperatuur zou overal boven het nulpunt komen. De stemming van de echte schaatsliefhebbers zou binnen de 24 uur dalen tot onder het nulpunt. Het was al gauw een twijfelachtig genoegen om op die gladde ijzers over het ijs te gaan. Dat zouden ook de honderden merken die hadden ingeschreven voor een 30 kilometer tocht, die begon in Hollands Ankeveen, bij de schaatsenreparateur goede zaakjes maakte. Deze zogenaamde plassentocht werd een echte plassentocht. Het was wat je noemt waterijs. En op sommige plaatsen hadden de deelnemers beter kunnen gaan lopen of gaan fietsen. Spoedig daarna moesten de Friese en Nooren plaatsmaken voor de Molières, die men in een Nederlandse kwakkelwinter het best kan dragen. Onder de titel Het landbouwwerktuig wordt in de RAI in Amsterdam een tentoonstelling gehouden die gewijd is aan de mechanisatie van land- en tuinbouw. De tijd van de houten ploeg is ook in ons land al lang achter de rug. Dat is een van de weinige dingen die de gemiddelde stedeling met zekerheid over de landbouw kan vertellen. Diezelfde stedeling raakt stom verbaasd als hij op deze expositie merkt hoe veelomvattend de mechanisatie van de landbouw, veeteelt en tuinbouw is. De moderne boer heeft ingenieuze werktuigen tot zijn beschikking, zoals deze oogstmachine. Zoals de aanbouwzwatkeerder, een bijzonder handige hooioogstmachine. Zoals voorts de mestverspreider op de zelflossende landbouwwagen en de lage druksnelpers die los hooi en stro vergaart en dit vervolgens tot balen perst. 70.000 tractoren worden reeds door Nederlandse boeren gebruikt en elke maand worden er weer 1000 verkocht. Vandaar dat de trekker zo'n belangrijke plaats inneemt op de eerste landbouwtentoonstelling die in de RAI gehouden wordt. Een tentoonstelling die enorm veel bezoekers trekt. Landbouwers uit Zeeland, maar ook boeren uit het buitenland. De roterende spitmachine, een Nederlandse constructie, is een van de nieuwtjes van deze beurs. Bijzonder veel aandacht krijgt ook de plantmachine, een Duits product dat voor het eerst in ons land wordt gedemonstreerd. Men kan er kool, andijvie, sla, prei, aardbeien en nog veel meer mee planten, zonder dat men echt vermoeid raakt. En ook een stedeling zou het makkelijk kunnen doen, een halve hectare per dag. Bijzonder handig is de weidepomp die door een koe bediend kan worden. Maar levende koeien waren er niet op deze expositie. Wel Zwarte Anna, een opgezette stamboekkoe die de hoofdrol speelt in een hypermoderne Zweedse melkinstallatie. Anna is voorzien van een tank die alsmaar leeggemolken en weer gevuld wordt. Het is een van de mooiste stands van deze agrarische tentoonstelling die voor 10 miljoen aan machinerieën bergt en die vooral voor de stedeling een openbaring is.